Het gemeentelijk waterbedrijf is gehackt. Het gaat om een ICT-bedrijf uit Amersfoort dat namens bedrijven of instellingen rekeningen verstuurt. Door de hack zijn gegevens misschien in verkeerde handen terechtgekomen. Wanneer dat is gebeurd en om wat voor gegevens het gaat, is nog niet bekend. De VVD stelt vragen over de kwestie. Datalek is enige tijd geleden geweest en ik zou ook heel graag een tijdlijn willen hebben van wanneer is het datalek geweest. Het externe bedrijf, wanneer heeft die het geconstateerd, wanneer heeft de gemeente het gehoord en wanneer hebben ze de inwoners bericht. De partijen hoorden een week geleden al over deze hack, maar Jacobs wil meer informatie. Wat ligt er eigenlijk op straat en waar ligt het? Ik vind het nu best vaag. Dan krijgen we een bericht van de gemeente dat mensen moeten oppassen met phishing mails, zeg maar. Nee, die krijg ik ook elke dag. Maar van welk lek is dat dan? En dat vind ik toch wel heel zorgelijk. Dus ik wil ook heel graag dat er iets duidelijkere informatie vanuit de gemeente richting onze inwoners gaat. De VVD hoopt dat er van de fouten geleerd wordt. Ik denk dat het heel goed is om te kijken van dat externe bedrijf wat die gegevens voor ons verwerkt, is die wel, maakt die wel gebruik van de strengste beveiligingseisen en had dit voorkomen kunnen worden, zodat we in de toekomst daarvan leren. En mocht het dan toch gebeuren, dan moet je heel erg adequaat optreden richting je inwoners en vertellen wat is er aan de hand is.